Zo aan het einde van de duurtest van de Hyundai i20 is het tijd om de balans op te maken. En daarbij gaan we het vooral hebben over, ja, waarom wil het nou niet lukken met die Hyundai i20 qua verkoopaantallen. In 2021, ja, speelt hij echt een hele bescheiden rol in het B-segment. Als je dan kijkt hoeveel Toyota Yaris erop kenteken gaan. Volkswagen Polo blijft het goed doen. Renault Clio ook echt een verkooptopper. Nou, maar met deze wil het nog niet echt vlotten. Ja, en waarom dan niet, hè? Qua karakter doet hij heel erg denken aan de Volkswagen Polo. Niet dynamisch en scherp, maar wel heel comfortabel en vooral goedmoedig. Het is niet een auto waarvan je zoiets hebt van, ik ga lekker nog een keer die afrit die ik altijd zo hard neem, nog een keer harder pakken. Nee, dat wekt deze auto niet in je op. Het is gewoon, ja, goedmoedige lobbers, wat ik al bij de allereerste kennismaking met de i20 zei. We hebben een 1.0 TGDI. En dat is een 1.0 3-cilinder turbomotor, 100 pk, gekoppeld aan een DCT-versnellingsbak met dubbele koppeling. En daarmee kan je verrassend zuinig rijden. Want over de hele duurtestperiode zitten we op 1 op 17 met gemak. Nou, hebben we hem opgehaald na de kou in maart. Nou, je ziet wel dat hij heel mooi verbruik heeft. En dat komt ook door die 48 volt multibride techniek. Dat rukt gewoon op in het B-segment. En deze auto heeft dat dus ook. Die 1 op 17 is best wel netjes als je het afzet tegen ons verbruik met de Toyota Yaris Hybrid duurtester. Die hadden we voor deze auto als B-segmenter. Toen was het wel winterse kou, oké, maar daarmee haalden we 1 op 19. Over het algeheel zijn we best wel tevreden dus over die aandrijflijn van deze auto. Wat wel opvalt is dat die drive modes echt 3 verschillende karakters hebben en dat het ook echt heel veel uitmaakt waarin je rijdt. In Eco bijvoorbeeld, ja, dan gaat hij de ene keer echt die aandrijflijn loskoppelen en de motor uitzetten. Dan gaat hij het zogenaamde zeilo gaat dan optreden. Dan wijft hij wel eens die aandrijflijn van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, dan kun je hem ook nog in comfort zetten of in sport. En in sport, ja, dan is hij wat actiever. Dan worden ook tellertjes voor me worden rood. Maar echt vlot wil deze auto nooit worden met zijn 100 pk. Het is niet echt een snelle auto. Nou, je kunt die drive mode gewoon het beste in comfort laten zetten. Dan zijn de schakelmomenten het mooist. Dan voelt die bak het meest logisch aan. En dan weet hij ook het beste wat hij moet doen. Toch hebben we ook nog een keer de handbak erbij gehaald. Want daar waren we wel nieuwsgierig naar. Want diezelfde 1.0 TGDI kun je ook met een handbak krijgen en die heet dan IMT, Intelligent Manual Transmission. En dan heb je 3 pedalen, dan kun je een koppeling intrappen, maar die koppeling die staat niet in verbinding met iets mechanisch met de bak. Dat is helemaal kunstmatig. Het wordt wel voor je gedaan het koppelen, maar er zit nog wel echt een koppelingspedaal in en je hebt een handbak, dus je moet ook echt de versnellingen zelf inleggen. Ja, die bak, ja, die voelt wel wat kunstmatig aan. Je krijgt nooit het echte vertrouwde handbakgevoel met de normale koppeling. Hij is ietsje zuiniger. De auto is ook ietsje vlotter dan deze versie. Maar wat na afloop van dat vergelijk niet zoiets van, nee, we zouden hem echt prefereren boven deze automaat. Maar deze automaat gaat toch allemaal vrij gemakkelijk. Qua techniek is de i20 echt goed bij. Dat bleek ook al in de vergelijkende test die we met deze auto deden. In het begin hebben we hem al naast een Clio gezet en een Peugeot 208. We hebben hem later nog een keer tegen een Mazda 2 gezet. De recent geüpdate Mazda 2. Daarin scoort hij ook vooral met zijn fijne bediening. Zijn mooie multimedia systeem. Zijn ruimte op de achterbank. Ruimte achterin valt dan wel weer een beetje tegen in de bagageruimte. Maar achterin is hij voldoende ruim. En hij zet dan telkens wel weer mooie scores neer op de puntenlijsten. Dan denk je van, ja, die auto die is eigenlijk best goed. En deze i20 is sprankelender dan al zijn voorgangers. Misschien dat hij nu als inline komt, dat hij dan misschien iets meer showroom traffic gaat genereren. Ja, misschien ook niet, want zo'n inline, ja, die ziet er iets leuker uit. Grotere wieltjes, andere bumpers. En je kunt hem dan ook als 120 pk versie krijgen van deze 100 pk versie. Maar nee, ik denk niet dat dat veel gaat veranderen. Ja, tot op heden wil het gewoon niet zo vlotten met de hatchbacks van Hyundai in het C-segment of in het B-segment. Dat is ook met de i30 zo. Ziet ook hartstikke goed uit. Nee, tot nu toe blijkt dat crossovers en SUV's van Hyundai echt als warme broodjes over de toonbank gaan. Maar met de hatchbacks wil het gewoon niet vlotten. En dat is eigenlijk best jammer.